Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie en... Sorry. Voordat de video begint wilde ik jullie heel even bedanken voor de... Weet ik veel wat laatste tijd, alle leuke dingen. Het is al tijd geleden dat ik op Roeveen ben geweest, maar ik ben er weer. Dus abonneer zeker eventjes. We hebben bijna 110.000 abonnees. En ben je geabonneerd, dan gaan we weer even ouderwets doen. Reageer dan. Hey, ik ben vanaf dit moment geabonneerd. En dan zal ik die reactie een hartje geven. Veel kijkplezier, abonneer, like hem even. En dan ja, gewoon veel plezier. Goedemiddag, dit is de voicemail van Gerard Boesman. Nee. Wil je wat inspreken naar de piep? Nee. Spreek dan in wat naar de piep. De piep komt eraan. Nadat u wat heeft ingesproken via de piep, kunt u op sterretje drukken om deze telefoonprinkel te eindigen. Wanneer komt de piep? De piep heeft wat vertraging. Oké, nee, neem je tijd, neem je tijd. Piep. Hey Gerard. Ik weet niet, jij belde mij trouwens, dus ik weet niet hoe ik aan je voicemail kom. Maar ja, bel me maar terug. Oké. Is goed. Oké, top. Je belt me terug, hè? Ja, kom goed. Yes, top. Oké, tot zo'n voicemail van Gerard. Doei. Nou, hij belt me zo gelukkig terug. Hey, waar heb je hem al? Je spreekt met Henkie. Hi Henkie, je had gebeld. Zijn voicemail. Spreek iets in na de piep. Hi Henkie, je had gebeld. En ik vroeg me af of je me terug kan bellen. Want volgens mij ik ben nodig. Groetjes, piep. Piep. Oh, shit. Groetjes, Piet. Je had gebeld, piep. Oké, ik bel je zo terug dan, oké? Is goed, dag. Yes, tot zo. Nou, ik ben hem zo terug. Hey, jij had gebeld. Hoi. Hey, hoe is het? Ja, goed, nee, ik vroeg maar van je had gebeld. Dus. Ja, jij belde dus, toen vroeg ik maar van je had gebeld. Ja, maar je had voicemail, ik dacht, nou ja. Ja, dat komt omdat jij voicemail had, dus ik dacht het zal wel. Oké, nou, hoe is mijn Henkie? Ja, goed, dus ben jou al lang niet gezien. Ja, hey Henkie, waar ben je? Ik ben bij Ron. Ron? Ja, ik ben bij Ron. Ron Borzard. Nee, bij Ron, gewoon bij Ron. Gewoon bij Ron. Ik ben bij Ron, ja. Ja, maar kom je om ophalen bij Ron? Dan zie ik je zo bij Ron. Ja, tot zo bij Ron! Zo, Gerard, ik kom ophalen. Hé, daar heb je Gerard! Hallo! Wat zie jij eruit? Ja, nou, ik had gisteren een feestje. Je hebt een goocheltruc. Nee, ik had gisteren een afspraak, een soort feestje. Ja? Ik dacht dat het een begrafenis was. Dus ik kom in mijn begrafenis. Oh, jij ziet er natuurlijk echt uit als een man. Man. Maar wat vind je van mijn vriend Ron? Ja, ik vroeg me af wie Ron was, dus ik was aan het speculeren, maar ik kom er nog niet echt achter. Hier, zie je? Ron! Daar staat Ron. Ja, dus ik ben bij Ron. Hoe kan je bevriend zijn met een paar letters? Nee, je bent natuurlijk niet. Ik ben bevriend met een tankstation. Hoe kan je bevriend zijn met een tankstation? Nou, kijk, doe je zo. Bevriend. Probeer het maar eens. Bevriend. Het is wel koud. Wil Henkie rijden? Oh, ja, ik ben heel goed in rijden, dat weet je nog, hè? Houd mijn auto rood, denk ik. Je moet de handrem eraf halen. Oh, het is jouw auto, dus als mensen dit zien, krijg jij de schuld. Ja, maar ik zit erbij in. Ja, maar het is en, jouw auto. En als ik tegen een boom aankom, dan maakt me niet zoveel uit als de auto stuk is. Maar dan ben ik waarschijnlijk ook stuk. Je gordel moet niet af. Oh, Gerard, je moet snel duwen. Snel! Niet op de midden op de kruis, want dan krijg ik weer een boete van voertuigvrak. We staan stil. Gerard, stop nou eens. Ik ga de verkeerde kant op. Gerard, stop nou. Er is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Er is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Lukt dit, Gerard? Niet echt. Maar deze auto hebben met aantrekkingskracht door die rotpaal. Oh, wacht, ik help wel. Kijk, als ze nou een beetje die kant op duwen. Kijk, daar zat hij prima. Zat hij niet in de weg, zie je? Ja, maar dat is nog steeds een voertuigvrak. Ja, maar dat maakt niet uit, joh. Oh, kijk, zie het door de vingers. Daarom. Als ik over 10 minuten een boete heb voor voertuigvrak... Dan betaal jij hem. Dan moet jij het er kapot gemaakt. Dat is niet waar. Ik letterlijk ga rijden en ik heb niks aangeraakt. Maar je had de handrem op. Dat klopt. Wat doe je hier? Je gooit op. Ik weet het niet. Er is een nacht die je normaal alleen in Willem ziet. Het was toch Willem? Oké, ik heb niet genoeg geld, denk jij maar. Oh, nee, tuurlijk, joh. Ga ik wel weer denken. Denk maar, joh. Ik heb geen geld. Oh, ja, wacht, we gaan wel geld de mensen vragen, want we zijn allebei letterlijk arm. Dat vind ik een goeie. Kijk of mensen voor ons willen tanken. Ik ga wel even voelen, hoor. Voelt het lekker? Nee, Gerard, stop. Gerard, stop. Henkie. Oh, Gerard, dat los. Oh, jij niet bedoel ik. Ja, dat kietelt heel erg. Hey, is dit ook zo? Ik denk dat je een probleem hebt. Hoezo? Hey! Oh! Ik zweer het, wat... Niet die kut opa. Maar ik rijd niet eens. Laat die opa's met rust. Meneer.
Wat? Deze auto is niet veilig voor op de weg. U krijgt bij deze een wok-status. Een wok-status? Je bent zelf een wok-status. Ja, ik zal jou eens even wokken. Ja, pardon. Ik zal jou eens even wokken. Ik weet niet wie je bent of wat je naam is, maar je mag eventjes uitgestappen. Nee. Jawel. Nee. Jij mag eens even uitgestappen. Ik ben al uit. Dan mag je eens even instappen. Ja, stap maar eens even in. Je stapt maar eens even in. Nee, u mag eventjes uitstappen nu. Nee, je mag niet instappen. Ha! U mag het slot er ook weer af vanaf halen. Hoezo? En wie ben jij om dat te bepalen? Ja, ik ben MWSF. Jo Bakker, korfleiding MWSF. Jij bent MWSF. Ben u bij de Special Force? Nou ja, ik hou je niet voor niets staande, hè? Ja, maar jij hebt het recht niet eens om me staande te houden. We stonden hier gewoon. Jawel, ja, want ik ben van de MWSF. Volgens mij ben je gewoon uit een inrichting of zo. Ik wou net zeggen. Kijk, ik weet dat wij volgens mij niet helemaal 100% zijn, maar... Stokoude, wie is dit? Gerard of zo, toch? Anders doe ik een verzoek tot op je naam. Een verzoek tot wat? Tot moord. Tot moord! En dat... Oh, ja, nee. En dat en doe ik ben van de politie, of weet ik wat? Ja, we nemen je van MWSF staat boven de politie. Wij kunnen dat allemaal flikken, jongen. Je staat boven de politie. Dus je kunt me gewoon moord plegen. Ja, dat is een vriend van mij. Waarom praat je zo überhaupt? Waarom ben je zo gemeen, meneer? Broer, heb je messen... U ziet dat ik toch niet capabel ben, waarom moet je nou zo gemeen tegen mij doen? U ziet dat ik niet capabel ben omdat ik u niet interesseer. Kijk, dat jij niet capabel bent, dat zou mijn zorg zijn. Ja, maar meneer, dat is mijn zorg. Eén niet capabele tegen een andere niet capabele. We praten even onder elkaar. Ik ben niet capabel. Oh, meneer trouwens van MWSF. Ja. Heeft u wat benzine voor ons? We hebben geen benzine meer. Benzine? Ja, of wat geld in ieder geval voor wat benzine. Geld ga je niet krijgen. Een tientje zou al genoeg zijn. Alsjeblieft, meneer. En die ene cent dan? Ja, die kon ik niet vinden. En die ene cent dan? Ja, die kon ik niet vinden. Oh, nee, dan is het goed. Nou, meneer, niet meer doen. Niet meer doen? Dank u wel voor het stilstaan. Volgende keer zie ik het niet meer door de vingers, oké? Ja. Volgende keer zien we het niet meer door de vingers. Hey, hallo. Hey, aap, ga eens aan de kant. Nou, we krijgen de ene incapabele naar de andere incapabele. Kijk, soort zoek soort, hè. Je hoort het al. Kijk naar je eigen fucking hoofd. Ja, dat zeg ik toch. Soort zoek soort. Maar Joop. Ja? Daar hebben we hem. Nou, weet je, dat zien we voortaan niet meer door de vingers, zoiets. Maar nu wel. Volgende keer blijft het niet bij een waarschuwing, dan krijgt hij gewoon een kogel. Ik wou zeggen, boete, maar kogel mag ook. Alleen, ik weet niet hoe wij aan de kogel gaan komen. Uh-oh, we hebben een probleem. Hey! Straks mors ik nog. Pas eens op. Straks mors ik nog. We zijn niet aan het morsen. What the fuck? Er staat een paaltje voor mijn deur. Dan kom ik er niet meer in. Hey, daar heb je niet meer. Wie? Idioot! Zo, dat zijn we even. Dat is slim. En Gerard, ik wil een keer andere kleding aan, maar dat lukt me nooit. Andere kleding aan. Ik denk dat we worden gepit. Gepit door wie? Oh, de geest volgt ons. Ja. Oh, hij rijdt door rood, zag je dat? Ik zie geen stopteken. Kijk, dus let op. Hey! Hey! Hij rijdt ons door. Ja, nu volgen we hem. Nu volgen we hem. Politie, wat wilt hij nu doen? Wat wilt hij nu doen? Doei, sukkel. Gatje, vroom, vroom. Vroom, vroom. Snel links. Nu dacht hij, moest hij voor ons vluchten. Maar dat was niet zo. Nee. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. En als hij zo meteen weer voor ons is, dan... Dan snap je? Dat vullen we. Dat vullen we weg willen. Duidelijk, Henk. Dit is trouwens de beste auto om mee te ontsnappen. Wist je dat al? Oh, spookrijden! Hij is gebotst. Hij is gebotst. Waar is hij? Hij is hier gebotst. Gaat het, meneer? Gaat het? Oh, ja. Nee. Wacht, we kijken wel even naar. Wacht maar. Zou ik niet zo slim zijn wat hij doet? Dat dreiggedrag van u. Kijk, we zeiden dat we het vorige keer door de vingers zouden zien. Ik denk dat we de rijbewijs moeten innemen. Ja, ik schrijf een kenteken even op Gerard. 24 VDK 249. Meneer, mag ik uw rijkentekenbewijs even zien? Nee. Gaan we dat leuk doen? Wij zijn Geer en Goor en wij zijn van Geer en Goor. Ja, maar je bedoelt, ik ben Geer en Goor. Niet wij zijn Geer en Goor. Jij bent Geer en je bent Goor. Nee, jij bent Goor. Nee. Jij was toch hoor. Hoezo, jij hebt niet gedoucht. Maar hoe gaan we dit doen? Ik denk dat ik eventjes Daan weer bij moet bellen, want dit kan niet. Ja, ik zou zeggen succes ermee. Zullen we gaan, Gerrie? Ja, jij volgt ons. Toen volgden we jou trouwens, maar toen volgde jij weer ons. En toen volgde jij jou. Maar jij volgt uiteindelijk ons. Mijn ding heeft een draaicirkel van olifant, die van jou, die is super behendig. Dat komt door het carbon. Ik aanraden, neem carbon. Door die spoiler zeker? Ja, tuurlijk. Daarom zou ik zeggen, neem ook het carbon. Dan doet je auto het misschien ook een keer zo goed als mijn auto. En misschien een beetje opletten, want je kan niet echt veel. Nee, meneer, voortaan een beetje. Kijk, we zeiden dat we niet meer door de vingers zouden zien. Wij zijn niet gebot. Nou, wij zijn niet tegen een paaltje aan gebotst. Hey, meneer, ik wil dat niet nog een keer het rijgedrag van u zien, hè? Volgende keer, dan weet u het zelf. Ja, je gaat doorrijden. Ga die kant maar op. Nee, dan gaan we nu deze kant op ook. Ja. Je hebt een verzoek tot. Verzoek tot wat? Oh ja, verzoek tot moord. Tot moord. Verzoek tot moord. Moord! Moord! Verzoek tot moord, ja. Op wie? Ik denk op, niet. Jou. Op mij? Ja. Hoezo op mij? Ja, gewoon. Dat doe jij toch aan?
Gewoon? Gewoon, ja. Ah, oké. Okay. Nee, prima. Ik vind het wel altijd gezellig hoe het bij ons gaat. Altijd zie je die bedreigingen. Kantje boord. Kunnen we altijd net aan overleven, achtervolgen, weet ik wat we altijd allemaal doen. Ja, maar komt de tijd dat ik toch tussen de vier planken lig. Ja, ze zeiden dat ze het gingen bestellen voor je. Ja.